jij bent echt heel Nederland doorgefietst, hè? Wanneer ben je ermee begonnen? Nou, ik ben in 29 april begonnen. Toen ik ben in juni op vakantie gegaan, anderhalf maand had ik wel daartussenin. Maar in augustus ben ik weer gewoon begonnen om verder af te maken. Juist. En ja, wat waren de reacties van de mensen en van de gemeentes waar je bent geweest? Nou, overal positief. Alleen maar bij ene gemeente, dat is ook wel positief, maar gewoon, ik vond gewoon dat een beetje negatief. Onderweg van mensen, wat ik mee gesproken heb, iedereen had heel positief. Ook wel gewoon bij de gemeente had ik alleen maar positieve reacties. Mensen zijn heel blij mee dat iemand zoiets kan beginnen, of iemand dat zoiets doet. Ja. En ja, nou is jouw missie volbracht, hè? Nou, nee, nog niet. Ik heb nog twee gemeenten over. En als ik dat af heb, dan ga ik wel... volgend jaar wil ik wel gewoon nog iets anders gewoon doen. Met meerdere mensen gewoon samen gaan gewoon door Nederland fietsen. Ja, want dat hoorde ik net. Je wilt clubjes gaan vormen. En dan wil je nog weer aandacht vragen voor mensen, hè, om ook te gaan bewegen. Dat is weer een nieuwe missie van je. Ja, dat heb ik gewoon als missie genomen. Maar die wil ik wel iedereen gewoon op de beweging zetten. Omdat als mensen niet bewegen, die krijgen wel meerdere ziektes bij. Ja, want je bent zelf het levende voorbeeld, hè, dat je door te gaan bewegen gewoon veel meer kan. En dat je ook zelfstandig kunt blijven wonen. Ja, toen ik gewoon thuis kwam wonen naar mijn broer, ik had wel gewoon elke dag gewoon drie keer gewoon een handvol medicijnen. Had ik ingenomen. Nu heb ik maar gewoon een vijfde, misschien een tiende van medicijnen dat ik toen heb. En ik heb alleen maar gewoon 2 uur per week huishoudelijke hulp. De rest kan ik wel zelf doen. Hulp heb ik niet nodig. Die komt doordat ik goed kan bewegen, omdat ik meer beweegt. Juist, en daarmee kun je dus ook kosten besparen? Ja, ook wel gewoon voor de belastingbetalers ga je kosten besparen. Voor de gemeente, voor de zorgverzekering, overal ga je kosten besparen. Ook voor zichzelf ook. Dus allemaal op die mooie fiets zoals jij die hebt? Ja, alleen maar gewoon een beetje meer bewegen. Alleen maar met de beweging kan je heel veel gewoon sparen. Dat wil ik gewoon aan iedereen laten zien.